Goedemiddag allemaal. Van harte welkom bij de derde Thought for Food van Stichting Brein in Beeld. Mijn naam is Hanneke Hulst. Ik ben neurowetenschapper en manager van Brein in Beeld. En ik ben heel erg blij dat we hier vandaag een sessie hebben over met de titel Onrust in het brein na COVID-19, een gevolg van het coronavirus of ons eigen immuunsysteem. Ik was zeer verheugd toen mijn hoogleraar Paul van der Valk van Amsterdam, die werkzaam is bij Amsterdam UMC, beschikbaar vonden om ons te vertellen over COVID-19 en onze hersenen. Paul, allereerst natuurlijk dus van harte welkom bij dit webinar. Fijn om hier te hebben. Paul van der Valk is iemand die extreem veel ervaring heeft, heel veel mensen heeft opgeleid en natuurlijk als neuropatholoog werkzaam is. Als neuropatholoog heb je natuurlijk vooral veel te maken met weefsel van levende mensen. Maar er wordt natuurlijk ook onderzoek gedaan naar hersenen van overleden mensen. Dat is eigenlijk best wel zeldzaam en ook wel een hele bijzondere manier eigenlijk van hoe onderzoek gedaan wordt. Daar gaan we het vandaag dus ook even over hebben, van hoe werkt dat nou? En ja, voor mij is het extra bijzonder om dit samen met Paul te mogen doen. Omdat toen ik 13 jaar geleden in het MS-onderzoek kwam, ik ook echt geleerd heb van hem om te kijken naar hersenweefsel, eerst met het blote oog en natuurlijk ook wat er onder de microscoop te zien is. En we zullen ook over dat MS-onderzoek iets vertellen vandaag, of althans Paul gaat dat doen. En natuurlijk wat heel bijzonder is, is dat er ook onderzoek is gedaan naar de hersenen van de mensen die zijn overleden na COVID-19. En dat is natuurlijk best wel spannend en ook heel erg, eigenlijk heel vernieuwend onderzoek. Het is natuurlijk pas een jaar geleden dat COVID eigenlijk bij ons verscheen helaas. Maar ik denk dat we daar ook weer heel veel dingen van gaan leren. Voordat we gaan beginnen met de lezing van Paul, gaan we de Mentimeter starten. U ziet al op het scherm dat u naar de website www.menti.com kunt gaan. Boven in het scherm staat ook de code waarmee u kunt inloggen. En dan gaan we gewoon eerst even ook kijken wie er vandaag bij ons in het publiek zit en hoeveel ervaring u eigenlijk al heeft. Dus de eerste vraag die we stellen is, wie heeft er wel eens hersenen onder de microscoop bekeken? En dan mag u nu ook de antwoorden gaan geven. Ondertussen, terwijl u netjes de antwoorden invult, ben ik wel benieuwd, Paul, hoeveel mensen zijn er nou die eigenlijk naar de hersenen hebben gekeken onder de microscoop? Dat zullen niet zo heel veel mensen zijn, denk ik. Je bedoelt in het algemeen gezien? Of, ja. Of over COVID? Nee, in het algemeen. In het algemeen. Nee, het is eigenlijk een soort subspecialisatie. Je hebt in Nederland pathologen die dus naar weefsel kijken. Dat is meestal niet hersenweefsel. Dat zijn er ongeveer 400. En daar zijn ongeveer 15 van die naar hersenweefsel kijken. Dus het is best een beperkt groepje inderdaad. Ja. Ja, ik weet van de brein- en beeldactiviteiten dat we soms ook de microscoop meenemen naar locaties, zodat we eigenlijk het algemene publiek ook een kijkje laten geven. En dat is toch ook altijd een enorme publiekstrekker om dat te laten zien. Als ik kijk nu naar onze groep, wat we op het scherm zien, dan zien we dat er ook een groot deel van de mensen wel onder de microscoop wel eens heeft gekeken. Dat kunnen natuurlijk die bezoekers van Brein in Beeld zijn, of misschien gewoon onze collega's die hier nu ook ingelogd zijn. Maar we zien ook dat een groot deel het nog niet heeft gezien, of het niet heeft gezien, maar het wel heel erg leuk zou vinden. Dus ik denk dat dat een goede start is voor deze sessie. Gaan we door met de volgende vraag. En dat is eigenlijk, denkt u dat het coronavirus de hersenen beïnvloedt? En dan is eigenlijk de vraag, doet corona dat direct? Dus heeft het echt een direct effect in de hersenen? Of gebeurt er iets anders in het lichaam, waardoor het indirect ook de hersenen beïnvloedt? Of denkt u, COVID-19 komt die hele hersenen niet in? Dus we gaan eventjes weer rustig de antwoorden afwachten. Het is altijd spannend om te zien. Niemand denkt dat het de hersenen niet beïnvloedt. Het zou natuurlijk kunnen zijn dat u allemaal het artikel van Paul van der Valk gelezen heeft wat hierover gaat. Dus ook hier komen we uit op dat er ongeveer
rond de 30 mensen denken dat het een indirect effect heeft. En ongeveer 17, 18 mensen dat het een direct effect heeft. Paul, dit ga je zo meteen toelichten, toch? In je verhaal? Ja, zeker. Zeker. Dat is een van de hoe moet je het noemen? De hamvragen. De $64.000 vraag. Is het nou het virus wat binnenkomt in de hersenen en daar schade aanricht? Of is het iets anders? Ja, ik ben heel erg benieuwd. Maar laten we nog even de derde vraag, voordat we gewoon gaan beginnen. Welke hersengerelateerde klachten zou je kunnen krijgen door corona? En dit is een vraag waarbij mensen gewoon woorden kunnen indienen. Dus als het goed is, zien we zo meteen verschijnen welke klachten mensen überhaupt kennen die hersengerelateerd zijn. Dus ook hier wacht ik rustig af tot de eerste antwoorden gaan verschijnen. Vermoeidheid, geheugenproblemen, minder concentratie, reukverlies. Ik denk dat reukverlies, dat is natuurlijk ook heel erg doordat dat een van de criteria is natuurlijk waar we op moeten letten, hè, als je verlies van geur hebt. Dat is denk ik goed bekend. Ik zie concentratieproblemen en depressie. Kun je daar iets over zeggen, Paul, als je dit zo ziet, wat je daarvan denkt? De moeilijkheid is dat we niet helemaal precies weten. Het reukverlies, dat is wel bekend natuurlijk. Maar dus de andere dingen die genoemd zijn, vergeetachtigheid, concentratieproblemen, geheugenproblemen. Dat zijn allemaal dingen die zeker optreden bij mensen die COVID gehad hebben, maar waarvan we nog niet helemaal precies zeker weten of dat het feit is dat je ziek bent geweest, of dat het feit is dat het heel specifiek gerelateerd is aan de COVID. Dus het is absoluut waar dat je problemen kunt krijgen post-COVID. En de vraag is, is dat echt post-COVID of is dat post-infectie? Want er zijn natuurlijk wel meer mensen die na infecties langdurig problemen kunnen krijgen met hun brein eigenlijk, of met de functies van hun brein. Ik ga daar wel iets over zeggen, want bij de plaatjes die ik zal laten zien, ga je jezelf eigenlijk al wel een soort van die vraag stellen en misschien ook al een klein beetje beantwoorden. Komt nog aan bod. Ik ben enorm benieuwd en ik wil niet per se reclame maken voor ZonMW, maar ik weet dat ZonMW, het grootste orgaan vanuit de overheid, wat zorgt voor financiering voor onderzoek, ook heel veel onderzoek op dit moment financiert, juist om ook te kijken naar die latere gevolgen van COVID. Dus wie weet dat we binnenkort daar ook weer nieuwe informatie over krijgen. En wat dat betreft is het toch een hele bijzondere situatie dat we zoveel nieuwe informatie gaan zien. Ik ga stoppen met praten. Paul, jij kan het scherm delen en neem ons mee in jouw zoektocht naar ziektes in de hersenen en wat COVID doet. Ik ben heel erg benieuwd. Heel veel succes. Ja, dankjewel. Ziet iedereen de presentatie? Jazeker. Ik hoop van wel. Oké, dit is de titel die heel goed bedacht was. Niet zozeer door mij overigens, maar door Hanneke en haar team. Want het is eigenlijk een van de, zoals ik al zei, $64.000 vragen. Is wat wij in het brein zien bij COVID-19 een gevolg van het virus? Of zijn wij hier zelf misschien wel een klein beetje delend aan? Nou, hoe kom je daarachter? Dat is altijd best wel een vraag. En een van de manieren om daarachter te komen is om te kijken in het weefsel wat er nou gebeurt als iemand COVID-19 heeft gehad of heeft. En dan moet je dus hersenweefsel bestuderen. En hersenweefsel moet je dan verzamelen. Wij noemen dat tissue is the issue. Het is erg belangrijk dat je een weefsel gaat bekijken van patiënten, maar dat heeft zowel zijn kleine problemen.
daar komen we eventjes, daar kom ik zo meteen even op terug. Nou, dan heb je ineens een pandemie. En dat is een virus dat niemand eigenlijk goed kent. Het heeft wel een naam, SARS-CoV-2. Maar dat is ongeveer het enige wat erover bekend is. En wat moet je dan doen? Je kunt natuurlijk zeggen van, nou, ik vind het allemaal een beetje eng en ik wil er eigenlijk niet te veel mee van doen hebben. Dat vind ik niet zo'n goede invalshoek. Maar wij hebben gedacht hier in de VU, dit is een unieke kans om een helemaal nieuwe ziekte te bestuderen en daar iets van te vinden. En misschien patiënten met wat je bevindingen zijn te helpen daarmee. Dus voor ons was het een no-brainer, wij gingen voor optie 2. Wij gingen proberen zoveel mogelijk te leren van deze ziekte. Nou ja, de uitgangspositie is een beetje moeizaam. Dat was natuurlijk helemaal in het begin, zeg maar ongeveer iets meer dan een jaar geleden. We wisten eigenlijk bijna niets. Wat vage aanwijzingen, reukverlies bijvoorbeeld. Eigenlijk is alles nog mogelijk. Het kan helemaal niet in de hersenen zitten, het kan wel in de hersenen zitten. Nou ja, ik ben patholoog en dan zijn wij dokters die met weefsel werken. Dus uiteindelijk moest er weefsel verzameld worden. En gingen we daarin kijken om te zien of de effecten van het virus vast te leggen zijn. En of je kunt begrijpen wat dat virus voor schade aanricht. En dan is de vraag natuurlijk, oké, welk weefsel dan? Welk onderdeel van welk weefsel? En hoe moet het bewerkt zijn of worden om er zoveel mogelijk informatie uit te krijgen? Nou, we hebben natuurlijk wel een klein beetje ervaring hier aan de VU. Dat komt, daar zal ik zo wat over zeggen, dat zei Hanneke ook al. Wij doen veel onderzoek naar MS. Het probleem bij het brein is dat het een weefsel is dat je natuurlijk niet kunt missen. Je kunt niet zomaar een stuk weghalen bij iemand, want dan dat weefsel is verloren en dat krijg je nooit meer terug. Dus het is niet zo gemakkelijk om tijdens het leven weefsel te verkrijgen. Dus onderzoek is lastig van patiënten tijdens het leven. En dat is ook een van de redenen dat er heel veel hersenziekten zijn die we nog niet goed begrijpen. En die niet of heel moeilijk kunnen behandelen. Nou ja, de voorbeelden daarvoor liggen voor het opscheppen. Dat is de ziekte van Alzheimer, allerlei andere vormen van dementie, multiple sclerose, Parkinson. Nou, iedereen kent er wel één of twee van die namen, of misschien wel allemaal. En dat zijn ziekten die een heel grote impact hebben. Ik noem ze ook hier al vaak vreselijk. Dat zijn het ook vaak, ziektes waar weinig aan gedaan kan worden. En om wijzer te worden over deze ziekte is onderzoek nodig en dan is weefsel heel belangrijk. Nou, dat is verzamelen van weefsel, dat noemen we brain banking. Wij doen dat hier aan de VU samen met de Nederlandse Hersenbank. Het woord zegt het eigenlijk al, dat is een instituut dat weefsel verzamelt en ter beschikking stelt van onderzoekers. Dat kan natuurlijk eigenlijk alleen maar als de patiënten of de nabestaanden daartoe toestemming geven. Dat is wel een belangrijk ding, want je kan niet zomaar mensen hun weefsel gebruiken. Nou, het voorbeeld wat ik hier wilde aanhalen is MS. En ik ga je laten zien hoe wij door weefsel te verzamelen en te bestuderen bij MS wat wijzer zijn geworden over deze ook heel onaangename ziekte. Nou, we weten allemaal dat MS een moeilijk behandelbare aandoening is. Er zijn de laatste jaren wel wat behandelingen bijgekomen, maar die zijn vooral in het begin van de ziekte nog wel effectief, maar verliezen hun effectiviteit naarmate de ziekte langer duurt. En het is hier aan de VU een belangrijk speerpunt van onderzoek. En als je kort samenvat wat MS eigenlijk, wat je ziet bij MS, dan is dat je in de loop van de tijd op verschillende plaatsen en verspreid eigenlijk door het hele centrale zenuwstelsel, de hersenen en het ruggenmerg, dat er ontstekingshaartjes optreden, beschadigingen van het weefsel en vooral de omhulling van de zenuwuitlopers, de myeline, wordt beschadigd. Dat noemen we dan ook demyelinisatie, verlies van myeline. En daar ontstaat uiteindelijk littekenvorming bij. En als je maar lang genoeg de ziekte hebt, dan verzamel je steeds meer van die littekens. En uiteindelijk, dan houdt het een klein beetje op.
Nou, de demyelinisatie, die myeline is erg belangrijk voor de functie van zenuwcellen. Dus als je die beschadigt, dan kunnen de zenuwcellen niet zo goed meer functioneren en dan krijg je klachten. Nou, bij ons was de vraag lang geleden, toen we begonnen met de MS-onderzoek hier, dus wat gebeurt er nou eigenlijk in de hersenen? We weten wel dat er ontstekingshaartjes zijn, maar hoe komt het dat die op bepaalde plaatsen voorkomen? Zouden we dat kunnen beïnvloeden of zouden we dat kunnen voorkomen? En als dat zo is, hoe dan? En als er schade is, en die kunnen we zien, kun je dat dan nog misschien weer repareren? En zo zijn er nog talloze andere vragen. Maar dit zijn de eerste vragen die zich heel erg aan ons opdrongen en die ons ervan doordrongen dat het belangrijk is om dat onderzoek te doen. Nou, hier heb je nog even snel een zenuwcel met een omhulling, dat is myeline. En door die myeline die in kleine kokertjes om die zenuwuitloper zit, treedt een geleiding op die heel snel gaat. En als je het myeline beschadigt, zoals je hier ziet en hier ziet, dan kan die impulsgeleiding over de zenuwen kan niet meer goed plaatsvinden en dat geeft een dysfunctie van de zenuwen en daardoor klachten. Hoe hebben we dat nou een beetje aangepakt? Hoe werkt brain banking? Hoe kun je door het verzamelen van weefsel uiteindelijk wijzer worden over wat zo'n ziekte, wat zo'n ziekte doet? Nou, een voorbeeld uit de MS is een samenwerkingsproject dat we hebben gedaan tussen de pathologie en de radiologie hier aan de VU. En we hebben hersenweefsel verzameld, brain banked als het ware. En dat hebben we op een hele speciale manier gedaan door middel van MRI, dus door middel van imaging. Kort en goed, hersenen worden uitgenomen, na het overlijden uiteraard, want zonder hersenen kun je niet. En dat doet de patholoog. Die hersenen worden geimaged en bekeken door een radioloog. En dan op geleide van die MRI wordt materiaal uitgenomen en onder de microscoop bestudeerd. En dit soort dingen zijn op de MRI zichtbare plekjes die je bij mensen met MS kan zien en die je zou kunnen willen bestuderen. Nou, dat is allemaal makkelijker gezegd dan gedaan, maar hier zie je een soort van plaatje hoe dat is gebeurd. Hier zie je de hersenen en die worden in een soort klein bakje gezet en daardoor worden ze in dunne plakken gesneden worden. Die plakken worden gescand. En dan gaan we terug naar de pathologie, worden die plakken gehalveerd. En dan kun je op de plak macroscopisch afwijkingen zien, maar je kunt ook afwijkingen zien op de scan. En soms zijn die afwijkingen op de scan niet macroscopisch te zien. Maar je kunt ze wel, omdat je weet dat ze er zijn op de scan, kun je ze uitnemen en kun je ze onder een microscoop proberen te krijgen. En dat is wat we gedaan hebben. En nou ja, dit levert dit soort plaatjes op. Hier zie je een MRI-scan met afwijkingen, die wittige afwijkingen. Hier kan je zien hoe wij eens zo'n afwijking eruit gehaald hebben. En daar zijn deze plaatjes van. En dan zie je hier een kleuring op myeline. Waar myeline is, is het heel mooi blauw. En dan zie je dat er een gedeelte van het weefsel is geen myeline meer aanwezig. Daar is zo'n haartje, zo'n ontstekingshaartje. En daar is het myeline kapot gemaakt. En dan zie je hier dat dat gebeurt door cellen van het immuunsysteem die binnen zijn gekomen in de hersenen en het myeline opeten. Wat bleek toen we dat gedaan hadden en we zo een aantal patiënten bekeken hadden, dat als je met de MRI kijkt, dat je veel meer ziet dan met het blote oog. Dat is ook wel logisch misschien. Maar in elk geval moest je dat nog maar eens eerst bewijzen. En dat blijkt zo te zijn. Je ziet bijna 50% meer met de MRI. En als je gaat kijken naar wat voor soorten afwijkingen je dan ziet, dan zijn het juist de eerdere lesies, de vroegere lesies in het begin van de ziekte, die je vindt. En dat is nou juist belangrijk om te weten voor het begrijpen van het ziekteproces. Hoe eerder je kunt kijken, hoe beter het is.
Nou, natuurlijk is het zo dat als je samples van een patiënt, dan heb je maar één tijdspunt. Dus je moet een heleboel hersenweefsel samplen om steeds meer afwijkingen te krijgen en om te proberen om zo een inzicht te krijgen in hoe zo'n ziekteproces in de hersenen verloopt. Sorry hoor, ik word voortdurend opgebeld, maar goed, wij vonden toen iets bijzonders. Hier zie je wederom zo'n scan. Hier zie je een afwijking. Een afwijking is niet zo heel goed te zien. Dat is ook een beetje de crux ervan. En als je dan kijkt en het weefsel eruit haalt, een brain banking, zoals het ware, dan zie je drie verschillende stukjes. Eén waar het myeline weg is, daar is zo'n wit plekje. Eén waar het myeline heel dunnetjes geworden is. En één stukje waar het myeline nog helemaal normaal is. Maar als je dit onder de microscoop legt, dan zie je dit. En dan is het weefsel helemaal niet normaal. Dan zie je daar een opeenhoping van immuuncellen in de hersenen. En dit is eigenlijk wat wij nu denken, de allereerste verschijnsel dat wij kunnen waarnemen in de hersenen. Wij denken dat heel veel voorkomt en dat is gebleken, want het deed er niet zo erg veel toe hoe lang de patiënten MS hadden. Het duurde, je vond dit soort vroege lesies eigenlijk op elk moment van de ziekte duur. Of ze nou 1 jaar MS hadden of 30 jaar. En we vonden er ook zoveel dat je eigenlijk moest concluderen dat het onmogelijk was dat je al deze hele vroege lesies allemaal tot littekens willen worden. Als dat zo zou zijn, dan zou je eigenlijk in enkele maanden, misschien wel in 1 of 2 jaar, helemaal geen hersenen meer over hebben. Dus we wisten dat deze lesies voor een gedeelte teruggaan. Niet meer voortgaan tot een litteken, maar uiteindelijk weer tot normaal hersenweefsel worden. Dus het brein kan zich blijkbaar zelf genezen. Nou, dat was een super interessante en uitzonderlijk belangrijke bevinding, want ja, we wilden graag weten hoe het brein dat doet. Nou, daar zijn we nu natuurlijk nog naar onderzoek aan het doen, want dat weten we nu nog niet. Maar ja, het is heel erg belangrijk dat je deze lesies kunt onderzoeken en dat je die dus onder de microscoop kunt leggen. En dat is wat brain banking oplevert of heeft opgeleverd bij MS. Nou, dat betekent dat we terug kunnen gaan naar COVID-19. En we hopen dan dat we op een soortgelijke wijze bij COVID-19 ook iets kunnen leren over wat er in de hersenen gebeurt. We wisten wel dat er aanwijzingen waren dat de hersenen meedoen. Hè. Reukverlies is al genoemd, maar nog wat meer zaken. Dus als je onderzoek gaat doen naar COVID, dan moet je ook hersenweefsel verzamelen. Brain banking dus. Nou, we wisten eigenlijk niet waar we dat virus of waar we de afwijkingen zouden kunnen vinden. Dus je moet heel veel hersenweefsel verzamelen. Je kunt niet zeggen, nou, ik neem alleen maar stukje 1 en stukje 2. Ik zal zo laten zien wat we allemaal hebben gesampled en verzameld. Nou, en omdat er meerdere manieren zijn om een virus aan te tonen en om andere bepaalde informatie uit het weefsel te krijgen, heb je een weefsel, moet je je weefsel zo verzamelen dat er al die verschillende manieren mogelijk zijn. En het is natuurlijk wel zo aardig dat als je dat gaat doen, dat je jezelf als verzamelaar zo weinig mogelijk blootstelt aan het risico om besmet te raken. Dat kan je niet helemaal voorkomen, maar dat moet je wel proberen in elk geval. Nou, hier heb je de sampling die wij gedaan hebben bij de COVID-patiënten uit de eerste golf. Dat zijn een indrukwekkend aantal onderdelen van het brein, waarvan wij stukjes hebben uitgenomen. En die zijn gedeeltelijk ingevroren en gedeeltelijk gefixeerd en verwerkt om er mooie koepels van te maken. Nou, wat wij dan altijd doen is, als we dat weefsel bewerkt hebben, dan gaan we een standaardkleuring doen om te kijken wat er dan mis is. En dan kun je eventueel daarna nog verder onderzoek doen.
Nou, tot onze, ja, eigenlijk tot onze verbazing moet ik zeggen dat ze eigenlijk heel erg weinig afwijkingen zagen in de hersenen. Ze dachten, ja, dat kan toch niet waar zijn? Misschien moeten we toch nog ietsje dieper gaan kijken. En dat hebben we ook gedaan. Er is een tweede beoordeling na de eerste hematoxyline-eosine beoordeling. We hebben een tweede beoordeling gedaan met allerlei antilichamen. Om te kijken naar het virus, om te kijken naar verschillende celtypes. Cellen van de hersenen zelf en cellen van het immuunsysteem. En ja, toen kwam er wel degelijk wat uit. En hier zie je een kleine opname van de reukzenuw. En als je hier naar kijkt, dan zeg je, ja, dat is eigenlijk helemaal niet zo heel erg. Het lijkt wel alsof hier wat veel cellen zijn, maar dat is eigenlijk normaal in de reukzenuw. Maar als je gaat kleuren, dan kom je bijvoorbeeld T-lymfocyten tegen. Dat zijn afweercellen. En T-lymfocyten hoor je eigenlijk helemaal niet in de hersenen terug te vinden. En als je in deze reukzenuw kijkt, dan zijn er best wel veel van die cellen. Dus er is wel degelijk iets aan de hand in de reukzenuw. En dat hadden we eigenlijk helemaal niet zo gedacht, maar dat werd duidelijk door die extra kleuringen. En het werd nog verder duidelijk toen we nog een andere kleuring deden. En dat is een kleuring die microglia, de hersenmacrofagen, aantoont. En hier zie je weer een stukje uit de reukzenuw. En een enorme hoeveelheid van die cellen zie je hier. Ik zal zo meteen laten zien hoe dat in normaal hersenweefsel uitziet. En als je het wat vergroot, dan zie je dat die cellen een beetje neigen tot clustertjesvorming. En ze zijn sterk aangekleurd, dat betekent dat ze geactiveerd zijn. Dus je hebt daar veel meer en ze zijn geactiveerd ook nog. En hier kan je bijvoorbeeld zien hoe dat bij COVID-patiënten eruit ziet. En hier bij normale. Nou, dan hoef je geen raketwetenschapper te zijn om te zien dat er een erg groot verschil is. En dat die hersenen bij COVID-patiënten enorm geactiveerde immuunsysteem hebben. Als je dat vergelijkt bij mensen die geen COVID hebben. En dat was eigenlijk overal zo in de hersenen. Dit is de verlengde merg, daarin waren we geïnteresseerd, omdat daar het ademhalingscentrum zit. En mensen zijn vaak lastig te beademen in met COVID, dus we dachten dat dat een goed gedeelte was om dat eens te bekijken. Hier zie je ook weer op zich niet zo heel erg veel aan in de eerste HNE-kleuring. Hematoxyline-eosine. Maar als je weer dezelfde kleuringen doet die ik zo net heb laten zien in de reukzenuw, dan zie je weer de T-cellen in het weefsel liggen. En je ziet ook weer diezelfde enorme activatie van de microglia, van de hersenmacrofagen, die echt ongelooflijk is. En als je nog verder kijkt naar andere weefselstukken, en dan kunnen we eindeloos doorgaan, maar dan zie je het ook in het cervicale ruggenmerg, de T-cellen en de activatie van de microglia. Je ziet het in de hypofyse, je ziet het in het cerebellum, je ziet het in de hersenschors, je ziet het in de hippocampus waar ons geheugen zit. Dus je ziet het eigenlijk overal. En als je dat samenvat, dan zie je een enorme activatie van microglia en microglial nodules. Dat zijn collecties van microglia. Je ziet een infiltratie van afweercellen in het parenchym van de hersenen. En je ziet dit diffuus door de hele hersenen en door het ruggenmerg. En we zagen dat ook bij bijna alle patiënten die we onderzocht hebben. 7 van de 8, en we hebben nu veel meer gekeken. En het is eigenlijk bij bijna iedereen treedt deze enorme activatie op. En dat is iets wat we eigenlijk buiten de COVID-19 eigenlijk niet goed kennen, niet goed gezien hebben eerder. Dus dit blijkt een COVID-19 specifiek effect te zijn. Nou ja, dan is het natuurlijk een spannende vraag. Dus wat betekent dat nou? Hè? Zou deze activatie van het hersenimmuunsysteem een verklaring kunnen zijn voor de klinische verschijnselen, zoals de anosmie? Je ziet het in de reukzenuw, dus waarom niet? Zou het kunnen verklaren dat mensen die moe zijn, concentratieproblemen, geheugenstoornissen hebben, die soms maanden aan lijken te houden, zou dat
dat een verklaring kunnen geven. Nou, dat weten ze natuurlijk niet helemaal zeker, want eigenlijk zou je dan hersenweefsel moeten onderzoeken van mensen die nog niet overleden zijn, of van mensen die COVID hebben gehad, maar hersteld zijn, om te zien of in hun hersenen nog steeds dat soort afwijkingen aanwezig zijn. Ja, dat is helaas niet zo makkelijk. Die patiënten heb je niet zomaar voor het grijpen in tijdens het leven, dat zei ik al eerder, is het niet zo makkelijk om hersenweefsel uit te nemen. Maar goed, we hebben wel gezegd, oké, gezien het feit dat uitgesproken afwijkingen zijn en dat ze voorkomen door de hele hersenen, lijkt het toch wel aannemelijk dat die afwijkingen die we gezien hebben daadwerkelijk iets te maken hebben met de problemen die die patiënten hebben. En dan is een andere belangrijke bevinding die we hebben, is een negatieve bevinding, namelijk dat we in geen van onze weefselmonsters het virus hebben kunnen aantonen. Nog met antilichamen, nog met de PCR-reactie. En dus vraag is dus, en dat is de vraag die je ook weerspiegeld ziet in de titel van het verhaal, zijn de afwijkingen die wij zien wel veroorzaakt door het virus zelf? Of is het een effect van ons immuunsysteem dat getriggerd wordt door een virus en daarna op zijn eigen houtje verder gaat? En dat noemen we dan een para-infectieus effect. Niet direct infectieus, maar een para-infectieus effect. Dat zou heel belangrijk zijn, want als het immuunsysteem verantwoordelijk is voor het aanrichten van de schade, dan is het onderdrukken van het immuunsysteem een rationele therapie voor deze ziekte en de patiënten met klachten. Maar als het virus zelf de directe boosdoener is, dan is het onderdrukken van het immuunsysteem een heel slecht idee. En dan zou het virus eigenlijk vrij spel kunnen krijgen. En dat wil je natuurlijk ten alle tijde voorkomen. Nou is het heel gemakkelijk om te zeggen dat we een para-infectieus effect hebben in COVID-19. Nee, ik ben daar vast van overtuigd dat dat zo is. Maar vast van overtuigd zijn en zeker zijn is natuurlijk nog niet helemaal hetzelfde. Wij willen altijd heel graag zeker zijn. En zeker zijn we op dit moment nog niet. Maar waarom denken we dan toch dat het para-infectieus is? En dat zijn deze argumenten. Normaal is de invasie van een virus vindt op bepaalde plaatsen en niet overal tegelijkertijd plaats. En hier zie je in het centrale zenuwstelsel van patiënten dat het eigenlijk overal zit. En dat spreekt een klein beetje tegen een gevolg van directe invasie door het virus. En het is natuurlijk ook belangrijk dat we dat virus nooit hebben aangetoond in onze patiëntenpopulatie. Nou ja, natuurlijk zijn de betrokken cellen zijn afweercellen. Dus dat suggereert ook wel een paar infectieus effect. En we hebben gemerkt dat in de tweede golf, die zich zeg maar ontwikkeld heeft in oktober, november en december, de patiënten die we toen geobduceerd hebben, waren allemaal behandeld met dexamethason. Dat is een afweeronderdrukkend middel. En dat de hersenafwijkingen bij die tweede golf patiënten veel minder waren dan bij de eerste golf patiënten, waar nog niet behandeld was met dexamethason. Dus het blijkt dat de afweeronderdrukking wel degelijk een gunstig effect lijkt te hebben. En dat is natuurlijk pleit tegen een directe invasie van het virus en pleit voor een para-infectieus effect. Goed, afsluitend. Is zo'n para-infectieus effect iets unieks? Nee, dat is het niet. We kennen veel meer neurologische afwijkingen, overigens allemaal voor zich zeldzaam, maar er zijn er heel wat, die ontstaan door een afweerreactie tegen bijvoorbeeld een virus. Waarbij je afweer kruisreageert met een virus-eiwit. Volgens mij zijn we, Paul, ben je er nog? Volgens mij zijn we je even kwijt. Dat is ook wat. Nu is onze spreker gewoon ineens verdwenen eigenlijk bij het belangrijkste stuk van het verhaal.
Paul, ben je er nog? Ik zie Paul even niet meer. Ik denk dat hij zo terugkomt, dus ik wacht even rustig af. Ik denk dat het een bijzonder verhaal is wat we hebben gehoord. Ik zag al in de chat dat er allerlei vragen zijn. Als u nu denkt van, nou, ik heb hier ook vragen over, vul ze daarin. Ik zie dat Paul er weer is. Paul, je bent nog... Ja, daar ben je weer. Oké. Gelukkig. Ik was met de laatste dia bezig, dus ik denk dat iedereen die wel gezien heeft. Dus ja, we kunnen nu zo weer verder gaan. Of ik kan nog even de laatste dia voortouwen, maar ik denk dat het meeste daarvan wel verteld was. Ja, en hij heeft vrij lang nog op het scherm gestaan, dus ik denk inderdaad dat het goed is om door te gaan. Ik was heel even bang dat ik nu de conclusie moest gaan afmaken, maar ik ben blij dat je weer terug bent. Ik zie ondertussen in de chat dat er wat vragen zijn. En ik dacht, misschien is het gewoon aardig om daarmee wat voor te leggen. De eerste vraag die gekomen is dat COVID is een soort van SARS-type, toch? Dus is er ook bekend van bijvoorbeeld SARS, dat op dezelfde wijze de hersenen heeft beïnvloed? Nee, dat is niet zo duidelijk onderzocht. Grappig was ook dat tijdens SARS geeft zelf geen duidelijke centrale zenuwstelselverschijnselen. Dus er is weinig animo geweest om ook de hersenen te gaan onderzoeken. Er was ook al weinig animo bij SARS-CoV-2 patiënten, omdat het doen van hersenonderzoek best wel veel werk is. En dus het aantal mensen dat weer hersenen onderzocht zijn met SARS-CoV-2 is best wel beperkt. En dat is wel meer geweest en dat kwam door het reukverlies en de problemen die patiënten na COVID hadden. Maar het is niet ondenkbaar dat als je bij SARS beter gekeken had, dat je misschien toch wel wat gevonden had. Uiteindelijk is het zo dat een aantal van onze collega's die naar SARS-CoV-2 breinen hebben gekeken, geconcludeerd hebben dat ze geen afwijkingen zagen, omdat ze niet een stapje verder hadden gezet. En omdat wij dat toevallig wel gedaan hebben, of toevallig, maar omdat wij dat wel gedaan hebben, hebben we deze bevindingen gedaan. En een aantal patiënten, aantal onderzoekers die heeft gepubliceerd dat de hersenen normaal zijn. Maar dat is echt niet waar. Nee. Echt niet waar. Dan heb ik meteen een andere vraag. Ik weet dat jij onlangs zelf getroffen bent door het COVID-19-virus. En dan vraag ik me af, hè, jij hebt natuurlijk in die breinen gekeken. Je hebt gezien wat je daar ziet. Is dat nou, als je dan ziek wordt, is dat beangstigender dan wanneer je dat niet zou weten? Of heb jij dat anders ervaren? Of ben je dan heel bewust van, nou, dit gebeurt er nu? En denk je ook, dat is meteen een vraag meegenomen uit het publiek, dat die immuunreactie die je dan ziet ook bij milde klachten zo heftig is als wat jij gezien hebt in die overleden hersenen? Ja. Dat weten we natuurlijk niet. In alle eerlijkheid, wat betreft het laatste onderdeel, we hebben natuurlijk alleen maar patiënten onderzocht die overleden zijn. Dus eigenlijk de slechte patiënten. En de mensen die... Oh, en toen waren we Paul toch weer even kwijt. Dat is natuurlijk wel super jammer, net op het moment dat we zo'n belangrijke vraag hebben gesteld. Oh, daar ben je weer. Je bent nog wel even gemute, dus dat moeten we nog even, ja. Oké. Nee, ik heb zelf, of als ik het over mezelf heb, natuurlijk wel gedacht van, ja, wat zou er nou in mijn brein allemaal aan de gang zijn? Maar ik dacht, nou, ik weet het niet en ik kom er ook niet achter. Dus zolang we niet op een gemakkelijke manier, op een niet-invasieve manier, erachter kunnen komen wat er in de hersenen gebeurt, moet ik het maar laten voor wat het is. En ik heb zelf wel een beetje reukverlies gehad, eventjes. Maar verder geen problemen. Tenminste, ik heb het zelf niet opgemerkt in elk geval. Dus ik denk ook dat als je het niet opmerkt, nou, dan
moet je er ook niet te lang bij stil blijven staan, want dan kan je wel, dan maak je je leven wat ingewikkelder, denk ik. Ja. Dus ja, ik heb wel wat longproblemen, ook nog steeds een klein beetje. En ik weet wat er gebeurt in die longen, dat is echt een slagveld. Dat is wel zorgelijk, maar aan de andere kant denk ik ook, bijna iedereen wordt toch uiteindelijk weer beter, ook van die longafwijkingen. Dus daar hou ik me maar vast. Ja, nou ja, en dat is vast voor jou ook iets bekends, hè, als patholoog, dat je natuurlijk altijd weet wat er allemaal kan gebeuren. Ik zie hier nog een vraag of er ook veel microglia-activatie tijdens een normale griep wordt gezien in de hersenen. Of is dat eigenlijk ook iets wat misschien nooit onderzocht is? Nou, daar is wel een beetje naar gekeken. We hebben zelf ook 1 of 2 breinen gehad met influenza-patiënten. Maar in die mate die we bij COVID zien, nee, niet. En het is wat je ook ziet, is dat het meer vlekkiger is verspreid door het hersenweefsel. Dus op sommige plekken veel en sommige plekken weinig. En hier in COVID was het gewoon overal veel. Dus het is toch wel iets aparts, iets echt wel typisch voor COVID. Ja, bijzonder hoor. Gezien de tijd denk ik dat we naar de laatste vraag moeten gaan. En dat is of er toevallig bekend is of het reukverlies inderdaad een gevolg is van een wellichtbare infectieus effect in de hersenen. Of dat het met de reukreceptoren zelf te maken heeft. Je kunt je reukreceptoren kwijtraken door andere respiratoire infecties. Maar over het algemeen komt dan als je je reukreceptoren kwijt bent, dan komt je reuk ook niet meer terug. En heel veel patiënten met COVID, die krijgen gewoon hun reuk weer terug. Dat kan een paar maanden duren en soms ook maar een paar weken. Maar het komt terug. Dat betekent dat je receptorsysteem intact moet zijn. En dat dus niet een echte beschadiging of echte verlies kan zijn van het reukepithel. Dus ja, of het reukepithel zelf aangedaan kan worden door COVID, dat kan best. En of dat misschien de reukverlies veroorzaakt en niet iets centraals in het centrale zenuwstelsel, dat weten we nog niet zeker. Daar moeten we nog meer naar meer onderdelen van het systeem kijken. Maar goed, het is net als bij geheugen bijvoorbeeld. Geheugen is belegd op heel veel plekjes in de hersenen. En dat geldt voor de reuk iets minder, maar ook wel een klein beetje zo. Dus hoe uitgebreider de afwijkingen zijn, hoe meer kans dat soort complexe systemen aangedaan raken. Dat geldt zeker voor het geheugen. En het is ook niet zo verwonderlijk dat patiënten met COVID best wel vervelende geheugenproblemen kunnen krijgen. En dat komt waarschijnlijk omdat het zulke uitgebreide afwijkingen veroorzaakt in het weefsel zelf. Ja, wauw. Nou ja, veel informatie. Ik ben in ieder geval blij dat ik weer goed bijgepraat ben. Ik hoop dat het publiek dat met mij deelt. Ik zie in de chat nog veel meer vragen. En zoals altijd zullen wij ook weer een samenvatting schrijven van deze sessie. En we zullen proberen daar ook wat vragen in te verwerken. Dus wellicht, Paul, dat wij nog om wat checks komen vragen. Voor iedereen die zich heeft aangemeld, die zal ook deze samenvatting toegestuurd krijgen. Er zijn nog 3 dingen waar ik mee wil afsluiten. De eerste is of u via de Mentimeter kunt laten weten wat u heeft geleerd, wat er leuk was en of u tips of suggesties heeft voor de volgende keer. De volgende keer die staat al gepland voor in mei. Dan komt Cisco van Veen, psychiater, praten over depressie. En met name wat als de depressie een soort uitzichtloos lijden wordt. Dus eigenlijk is het een soort neurowetenschap ontmoet de ethiek. Want we gaan het hebben over depressie zelf, maar ook over euthanasie binnen de psychiatrie en hoe we daarover denken. Dat betekent ook eigenlijk dat we vandaag het drieluik over COVID, we hebben natuurlijk COVID en de effecten van slaap, COVID en ons geluksniveau en nu ook COVID daadwerkelijk in ons hersenweefsel, dat we dat drieluik gaan afsluiten. Food for Food gaat wel verder, maar dus met meer andere neuroachtige thema's.
En als laatste, maar zeker niet het minst belangrijke, wil ik heel erg graag Paul van der Valk bedanken voor deze zeer interessante lezing met toch state-of-the-art wetenschap. En nogmaals, heel veel dank voor deze uitleg en het hier vertellen aan ons. Dus super gedaan, hartelijk dank. Dan wens ik eigenlijk iedereen voor nu een hele fijne dag. En tot de volgende keer hopelijk.